Kees, ga zo door, jongen. Zorg ervoor dat het karwei goed loopt met de jongens. En zorg ervoor dat de jongen de juiste materialen heeft en alles. En veilig werkt natuurlijk. Maar ook voor zorgen dat hij echt opbloeit als jongen. Want ik bedoel, hij komt natuurlijk al 16 jaar bij hem. Hè? En als hij dan weg is, is hij misschien 20 zoiets. En dan zie je toch dat je dan een beetje je kennis, je vaardigheden, je handelingen meegegeven hebt, zodat het een volwassen schilder is. En meeste fouten, er gebeuren niet veel fouten. Je zorgt ervoor dat die jongen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk aan het werk staat. En dat hij eigenlijk die fouten niet kan maken. Daar zorg je voor als leermeester dat je daarvoor bent. Ik ben Mees Bevelander, ik ben 16 jaar oud. Nou, ik zit op school op het schildersvakopleiding in Goes. Ja, in principe, hij laat me gewoon mijn gang gaan. En als ik iets zelf niet weet, dan vraag ik het gewoon en dan legt hij het gewoon uit. Dan zegt hij oké, probeer maar. En als fout gaat, dan roep je maar. Doe maar gewoon je ding. Sommige leerlingen die hebben wat moeilijker thuis. Of ze hebben het moeite op het werk. En dan probeer je ze toch een beetje los te maken. En je probeert een van de manier de vertrouwen te winnen. Het zorgt ervoor dat die jongens wat meer vrijheid krijgen. En daardoor komen ze los. Gaan ze vertellen. Misschien hebben ze problemen thuis. Of problemen met vrienden. Of problemen op het werk met een collega. En als je dat dan weet, ga eraan werken. Zit hij lekker in zijn vel, ja, dan gaat het gewoon fantastisch. Dan heeft hij meer focus op zijn werk. Dan is hij niet bezig met die andere dingen. Ik denk dat Kees een beste leermeester van het jaar is geworden, doordat hij zelf het vak wil leren aan andere leerlingen van hem. En dat hij dat wil doorbrengen op andere schilders. Kees die, hoe zeg je dat? Hij heeft heel veel plezier in het vak, zeg maar. Schildersbedrijf Noom zorgde ervoor dat ik een cursus mag doen voor leermeester. En daar pikte ik een paar hele mooie dingen voor op. En ze geven me de tijd, de aandacht om die jongen als schilder op te leiden. Want als je zeg maar een karwei die heel strak in de planning zit, dan heb je toch geen tijd voor je leerling. En dat moet wel. Hij moet toch leren. Hij kan niet alles in één keer goed doen. Van Schildersbedrijf Noom hebben ze nu een leslokaal gemaakt om die leerlingen echt goed te focussen op ons vak. En zorg ervoor dat we een leuke cursus doen. We hebben pas geleden weer een spuitcursus gedaan of een schuurcursus. Zeker voor die leerlingen zelf. Zorg er echt voor dat dat in orde komt.